Welkom, welkom, welkom! Ik ben Mr. De Bie, jouw gameshow-host. Ben je er klaar voor om je prooi zo snel mogelijk uit te schakelen? Zoals je ziet staan er overal om ons heen gemarkeerde bomen. Hier kun je objecten verzamelen. Of je kunt ervoor kiezen om met je prooi in gesprek te gaan. Zo kun je nog meer informatie krijgen. Maar wees voorzichtig, want ze kunnen proberen je te manipuleren. Daar zijn ze heel goed in. Daar staat je prooi. Ben jij er klaar voor om de samenleving te zuiveren en op te schonen? Nou, go! Nou, go, go! Van je prooi kan soms behoorlijk lastig zijn. Je hebt gewoon meer informatie nodig om haar makkelijker op te sporen. Dus kies je voor een meeting. Waar ben ik? Wat doe ik hier? Hou je bek. Wat wil je van me? Wat denk je dat ik van je wil? Ik wil je weg hebben. Jullie verpesten ons land. En toch altijd maar zeiken dat jullie in armoede leven. En dan heb ik het nog niet eens over discriminatie. Want, oh, zo zielig zijn jullie toch? Sorry hoor, maar ik ben hier ook gewoon geboren. Net zoals jij. Als je hier geboren bent, dan hoor je onze cultuur te respecteren, Zwarte Piet. Ik bedoel, jij vindt het toch ook niet leuk als ik mijn gezicht wit smink en voor een zwart persoon zou werken? Toch? Volgens mij weet je niet waar je het over hebt. Eens zien of jij nog kan rennen. Yes, je doel behaald. Je hebt een meeting vrijgespeeld. Wat ben je nou stil? Dit is toch precies wat je wilde? Alle zwarte mensen dood hebben. De mensen neerschieten, dat is toch het liefste wat jullie doen? Ik ben ook gewoon rood van binnen. Herinner jij je de eerste keer? De eerste keer dat je iemand een knuffel gaf van wie je zo hield. Waarom zou de liefde voor iemand anders zijn dan voor een ander? Mm-hmm.
Gefeliciteerd! De wereld is weer een stukje zuiverder. Taat! Vertel, wat gaat er door je heen als winnaar?